In deze video zal ik de zelftoets van VWO 4 Wiskunde B over meetkunde en algebra bespreken. Bij opgave 1 krijgen we een driehoek met wat gegevens en we moeten hoek ADC berekenen. Ik ga die hoek heel even delta noemen en ik ga hem ook even in het plaatje erbij zetten. Als ik naar de linker driehoek kijk, dus naar driehoek ADC, dan zie je dat dat geen rechthoekige driehoek is. Dus je zou hier niet met gewoon sinus, cosinus of tangens kunnen werken. Maar we hebben in dit hoofdstuk twee nieuwe regels geleerd, namelijk de sinusregel en de cosinusregel. En we gaan in dit geval de sinusregel toepassen. Dit zei de sinusregel. En de sinusregel is een hele handige regel. En wat je daarvoor nodig hebt is altijd minimaal een hoek en een overstaande zijde. En dan nog één extra gegeven. Dus als je nog één extra zijde of één extra hoek krijgt, dan kun je alles van die driehoek uitrekenen. Dus alle overige zijden en alle overige hoeken. In dit voorbeeldje heb je de sinus van 19 en je weet de overstaande zijde die is 2. En de sinus van delta die wil ik eigenlijk weten. Daarmee kan ik delta dan uitrekenen. En de overstaande zijde van delta die heb ik ook, dat was die 5. Als ik dit ga uitwerken, dan begin ik met beide kanten keer 5 te doen. Dus dan vind je dat de sinus van delta 5 keer de sinus van 19 gedeeld door 2 is. De rechterkant kun je gewoon op je rekenmachine intypen. Moet je wel even opletten dat je rekenmachine op graden staat. En dan rolt er ongeveer 0,81 uit. Dan wil ik nog de hoek weten. Dus ik moet de sinus wegwerken. En dat doe je met sinus invers. En vaak noteren ze dat met sinus tot de macht min 1. Sommige rekenmachines hebben ook staan inf sin. Maar als je dat intypt, kom je op 54 graden uit. Dus dat betekent dat de sinus van 54 graden die is gelijk aan 0,81. Als je in het plaatje kijkt, dan zie je wel dat die hoek minstens 90 graden moet zijn. Dus die uitkomst van 54 graden is een beetje gek. Maar dat heeft ermee te maken dat de sinus een periodieke functie is. Dus er zijn meerdere hoeken waarvan de sinus van die hoek gelijk aan 0,81 is. En in het hoofdstuk heb je onder andere geleerd dat als je de sinus van een hoek of de sinus van 180 min die hoek neemt, dat het altijd hetzelfde uitkomt. Dus in dit geval moeten we nog even 180 graden min die 54 doen. En als je dat uitrekent, kom je op 126 graden uit. Wen je ook aan dat je in tussenstappen niet afrondt. Dus vandaar dat ik hier wel even heb gewerkt met die 54,4 nog wat. En in de laatste stap rond ik pas al af naar hele graden. Bij B, daar moeten we de rechthoekzijde van driehoek ABC gaan uitrekenen. En wat ik daarvoor ga doen is, ik ga eerst even de hoek bij A, dus hoek CAD, die ga ik even uitrekenen. Omdat ik van de linker driehoek inmiddels twee hoeken weet en de hoekensom van een driehoek is altijd 180 graden, dan kun je daarmee uitrekenen dat die hoek bij A 35,48 graden is. Nou kijk ik gewoon naar driehoek ABC en dat is een rechthoekige driehoek. Dus daar kan ik gewoon weer met de normale sinus en cosinus en tangens kan ik gewoon gaan rekenen. Vanuit hoek A gezien is AC de schuine zijde, BC is de overstaande zijde. Dus dan kun je de sinus gebruiken, want de sinus was altijd de verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde. Dus dan krijg je dat de sinus van 35,48 gelijk is aan BC gedeeld door 5. En ook hier weer het liefst met een onafgeronde waarde gewoon verder rekenen en in je laatste stappen pas afronden. Om BC te vinden moet je die gedeeld door 5 wegwerken, dus doe je beide kanten keer 5 en dan vind je dat BC afgerond 2,9 is. Als je AB wil weten, dat is de aanliggende zijde. En we hadden ook de schuine. Dus als je aanliggend en de schuine hebt, gebruik je altijd de cosinus. Dus de cosinus van 35,48 is dan AB gedeeld door 5. En AB is dan 5 keer de cosinus van dat getal. En er rolt dan afgerond 4,1 uit. Op een toets mag je best je antwoorden afgerond noteren. Maar probeer dus wel tussendoor gewoon onafgerond te rekenen. Dan opgave 2. Weer een of andere driehoek met wat gegevens. En de eerste vraag is, bereken AC. Maar er staat wel expliciet bij dat het exact moet. Dus deze som draait er een beetje omdat je mooie exacte waardes van bepaalde hoeken van de sinus en de cosinus, dat je die kent. Ik begin met eerst hoek ADC even uitrekenen. En dat doe ik omdat hoek ADC tegenover zijde AC ligt. En dan kan ik zo weer de sinusregel gaan gebruiken. Die hoek ADC die is 120 graden. De sinusregel, ik zet hem nog een keertje in beeld. Maar ik weet inmiddels een hoek
en een overstaande zijde, namelijk hoek van 45 en de overstaande zijde is 6. En ik weet hoek ADC dat die 120 is en zijn overstaande zijde is AC en die wil ik weten. Dus dan krijg je, als je de sinusregel invult, kom je dan hierop uit. Nou, ik ga het even in kleine stapjes oplossen. Ik ga eerst beide kanten keer 6 doen. En daarna ga ik beide kanten keer AC doen. Dan kom ik hierop uit. Je had het ook in één stap mogen doen. En dat wordt ook wel het kruisproduct genoemd. En dan doe je 6 keer de sinus van 120. En dat is dan gelijk aan AC keer de sinus van 45. Nou, we wilden uiteindelijk AC weten. Dus nu moet ik beide kanten nog delen door sinus 45. Nou, dan kom ik hierop uit. Nou, normaal gesproken zou je dit natuurlijk gewoon op je rekenmachine kunnen intypen. En dan rolt er een of ander comma-getal uit. Alleen de vraag was hier dat het exact moest. Dus we gaan hiervan uit dat je weet wat er uit de sinus van 120 komt en ook wat er uit de sinus van 45 komt. Nou, in het boek ben je dit tabelletje tegengekomen, tenminste iets wat hierop lijkt. Dus we gaan er eigenlijk met je vanuit dat je deze waarde een beetje paraat hebt. En je ziet wel dat 120 graden niet in mijn tabelletje staat. Maar je zou inmiddels ook moeten weten dat bijvoorbeeld de sinus van 180 min alfa gelijk is aan de sinus van alfa. Dus bijvoorbeeld de sinus van 60 is ook gelijk aan de sinus van 180 min 60. Dus de sinus van 120. Dus dan kan ik toch die waarde uit de tabel aflezen. En dan zie ik dat dat bijvoorbeeld een half wortel 3 is. En de sinus van 45 die staat gewoon in de tabel. Dus dat is een half wortel 2. Dus als ik dat invul, kom je hierop uit. En eigenlijk zijn er maar twee mooie waarden die je bij de sinus en de cosinus moet kennen. En dat is die half wortel 2 en die half wortel 3. En de ene is, als je het op je rekenmachine doet, iets van 0,866 en de andere is iets van 0,7. Nou, als ik dit ga uitwerken, hè, dan ga ik eerst onder en boven delen door een half. Dan vind je dat 6 wortel 3 aan de bovenkant en onder de streep staat dan wortel 2. Nou, dan komt er een, ik wil bijna een truc noemen, die je echt vaak tegenkomt. Dus als jij wortels wil vereenvoudigen, je hebt bijvoorbeeld een breuk met in de noemer een wortel staan, dan vermenigvuldig je onder en boven met die wortel. Dus in dit geval ga ik onder en boven met wortel 2 vermenigvuldigen. En dat mag met breuk, hè? Denk maar eens aan 1 tweede is ook 4 achtste, dan heb je de breuk onder en boven met 4 vermenigvuldigd. Maar dat mag natuurlijk ook met wortels. En dit is prettig, want de onderkant, als je wortel 2 met zichzelf vermenigvuldigt, dan kom je op 2 uit. Nou, aan de bovenkant, wortel 3 keer wortel 2 is wortel 6. Dus er staat boven de streep 6 wortel 6 en onder de streep 2. En als je 6 wortel 6 deelt door 2, dus dan krijg je de helft van 6 wortel 6. Dat is 3 wortel 6. En dan hebben we hem helemaal exact uitgewerkt. Dan de B-vraag. Er wordt gegeven dat de oppervlakte van de driehoek gelijk is aan 27, dus van de grote driehoek. En dan wil ik AB exact uitrekenen. Nou, de oppervlakte van een driehoek, die kun je op meerdere manieren uitrekenen. Je hebt waarschijnlijk wel eens geleerd van de oppervlakte van een driehoek een half maal de basis maal de hoogte is. Dat is ook waar. Maar het kan ook anders. Je kan ook altijd zeggen het is een half maal twee zijdes. En dan keer de sinus van de ingesloten hoek van die twee zijdes. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer als een half maal basis maal hoogte. Want als je hier goed naar kijkt, die AB is dan de basis. En als je AC maal de sinus van 45 doet, dan reken je eigenlijk gewoon de hoogte van deze driehoek uit. Dus dat zit een beetje verstopt in deze regel. Nou, dan gaan we dit gewoon uitwerken. Dus ik wil uiteindelijk weten wat AB is. AC weet ik inmiddels, want die hebben we bij opgave A uitgerekend. De sinus van 45, dat is een mooie exacte waarde, dus die half wortel 2. Dus als ik dit invul, dan heb ik dat een half keer AB gelijk is aan 3 wortel 6, dus die had ik bij opgave A gevonden, keer een half wortel 2, dat is die mooie waarde van sinus 45, en ik weet dat er 27 uitkomt. Nou, dan gaan we de linkerkant een klein beetje vereenvoudigen. Dus ik kan in ieder geval die wortel 6 keer die wortel 2 doen, dus wortel 12. En als ik een half keer 3 keer een half doe, dan kom ik op 3 vierde uit. Dus dan krijg je AB keer 3 vierde wortel 12 is 27. Nou, ik wil AB weten, dus dan ga ik die keer 3 kwart wortel 12 ga ik wegwerken. Dus dan moet ik delen door 3 kwart wortel 12. Dus dan vind je AB is gelijk aan 27 gedeeld door 3 kwart wortel 12. Alleen dit wil ik weer vereenvoudigen. Dus dan gaan we weer die truc van net doen. Gaan we weer onder en boven vermenigvuldigen, in dit geval met wortel 12. En dan wordt de onderkant prettig, want dan krijg je dan iets met wortel 12 keer wortel 12 en daar komt 12 uit.
Dus heb je boven de streep 27 keer wortel 12 en onder de streep krijg je dan 3 kwart keer 12. Nou, 3 kwart keer 12 kun je natuurlijk gewoon uitrekenen, dat is gewoon 9. En als je 27 wortel 12 deelt door 9, dan kom je op 3 wortel 12 uit. Nou, er stond nog bij dat de wortels vereenvoudigd moesten worden. Dus dat betekent dat je onder de wortel zo'n klein mogelijk geheel getal moet proberen te krijgen. En wortel 12 kun je weer splitsen als wortel 4 keer wortel 3. En wortel 4, daar komt 2 uit. Dus er staat er 3 keer 2 keer wortel 3, oftewel 6 wortel 3. Dan de C-vraag. Bij C vragen ze breken BC exact. En we moeten ook weer de wortels vereenvoudigen. Nou, inmiddels hebben we bij opgave A hebben AC uitgerekend en bij opgave B hebben AB uitgerekend. En ik heb ook de ingesloten hoek van die twee zijden, die is 45 graden. En ik wil de overstaande zijde, BC, die wil ik juist weten. Dus dit smeekt eigenlijk een beetje om de Cosinusregel. Dus een Cosinusregel die gebruik je eigenlijk altijd als je van een driehoek bijvoorbeeld alle drie de zijdes weet, maar je weet geen hoeken. Of je gebruikt hem als jij twee zijdes met een ingesloten hoek hebt. En in dit geval hebben wij die situatie. Dus als ik dat hier toepas, dan krijg ik dat BC in het kwadraat. Die is dan gelijk aan AC in het kwadraat plus AB in het kwadraat min 2 keer AC keer AB keer de cosinus van 45 graden. Nou, dan gaan we gewoon invullen de gegevens die we allemaal weten. Dus dan kom je hierop uit. En dan heb ik ook meteen weer die cosinus van 45 graden ingevuld. Dus ook weer omdat het hier exact moest. Dan moet je even herkennen dat de cosinus van 45 graden, dat dat een half wortel 2 is. Nou, dan gaan we gewoon wat haakjes uitwerken. Dus als jij 3 wortel 6 kwadrateert, dan moet je en de 3 kwadrateren en de wortel 6 moet je kwadrateren. Dus kom je op 9 keer 6, dus op 54 uit. Nou, als je 6 wortel 3 kwadrateert, dan moet je en de 6 kwadrateren, dat is 36, en wortel 3 kwadrateren, dat is 3. Dus heb je 36 keer 3, dus dat is die 108. Bij het achterste stuk dan ga ik eerst de wortels keer elkaar doen. Dus wortel 6 keer wortel 3 keer wortel 2. Dan kom ik op wortel 36 uit. En de getallen die er nog bij stonden, dus 2 keer 3 keer 6 keer een half, dan kom je op 18 uit. En wortel 36 die kennen we natuurlijk, dat is gewoon 6. Dus als je dat invult, dan staat er 54 plus 108 min 108. Dus dan staat eigenlijk gewoon dat BC kwadraat 54 is. Maar ja, dan is BC dus de wortel van 54. Nou, de wortels moeten we nog verder vereenvoudigen. En wortel 54 kun je weer splitsen in wortel 9 keer wortel 6. En wortel 9, daar komt 3 uit. Dus dan kom je op 3 wortel 6. Dan opgave 3. Dan vragen ze om de cosinus van alfa exact uit te rekenen. En wat hier weer handig is, is de cosinusregel. Want als je even naar driehoek ABC kijkt, daar weet ik alle zijdes van en ik wil hoek alfa wil ik weten. Dus als je even naar de cosinusregel kijkt. Als je alle zijdes weet, dan weet je dus de A, B en C in de formule. En je wil de alfa weten. Of in dit geval willen we eigenlijk cosinus van alfa weten. Dus we kunnen het gewoon invullen. Dus als ik dat hier doe, krijg je 20 kwadraat is 13 kwadraat plus 21 kwadraat min 2 keer 13 keer 21 keer de cosinus van alfa. Merk trouwens wel op dat het altijd zo is dat de zijde die tegenover alfa zit, dat is ook de zijde die voor de is staat. Dus zeg maar die 20, die hoort als het ware bij die alfa. Zo moet je het een beetje zien. Nou, dit gaan we vereenvoudigen. Nou, 20 kwadraat kun je gewoon uitrekenen, dat is 400. Nou, op dezelfde manier, 13 kwadraat is 169. 21 kwadraat is 441. En als je 2 keer 13 keer 21 doet, daar komt 546 uit. Wat trouwens een veel voorkomende fout is, is dat de rechterkant door veel leerlingen vereenvoudigd wordt door 169 plus 441 min 546 en dat op de rekenmachine in te typen. Dat gaat echt mis. Die 546 die wordt vermenigvuldigd met die cosinus, dus die kun je niet korter schrijven op dit moment. Wat ik wel kan doen is, ik kan die 169 en die 441 die kan ik wel naar de linkerkant brengen door gewoon min te doen. Nou, voordat ik dat doe ga ik eerst nog even die 169 en die 441 samen nemen, dat is 610. En dan breng ik hem naar de linkerkant. Dus doe je 400 min 610. En dan vind je min 210 is min 546 keer de cosinus van alfa. En nu kan ik dat getal wegwerken. En keer werk je weg met delen. Dus dan is de cosinus van alfa is dan gelijk aan min 210 gedeeld door min 546. Nou, dan vallen die minnen mooi weg. En 210 546 kun je vereenvoudigen tot 5 dertiende.
Nou, we hoefden niet eens de hoek uit te rekenen, ze wilden gewoon de cosinus van de hoek weten. En dat doen ze eigenlijk omdat we dat verderop in deze opgave nodig hebben. Dan de B-vraag. Nou, op een zijde van AB ligt een punt D en ik weet dat AD 14 is en dan willen ze weten wat is CD. Nou, nu kunnen we weer de cosinusregel gaan toepassen, alleen nu passen we hem toe op de kleinere driehoek, dus op driehoek ACD. Dus inmiddels weet ik de cosinus van alfa. Ik wil de zijde tegenover alfa wil ik weten en de andere twee zijdes van de driehoek die ken ik. Dus ik kan gewoon weer de cosinusregel invullen. Dan krijg je dus CD kwadraat is 13 kwadraat plus 14 kwadraat min 2 keer 13 keer 14 keer de cosinus van alfa. En de cosinus van alfa die hebben we bij opgave A hadden we die uitgerekend. Dus die kan ik nog even invullen. En als ik gewoon even uitreken wat 13 kwadraat is en 14 kwadraat en 2 keer 13 keer 14, dan kom je op deze regel uit. Nou, dit kun je natuurlijk gewoon uitrekenen met je rekenmachine. En dan vind je CD kwadraat is 225. Dus CD is dus de wortel van 225 en dan kom je op 15 uit. Dan opgave C. Vragen ze om de lengte van de hoogtelijn uit C, om die exact uit te rekenen. Een hoogtelijn is altijd een lijn die vanuit een hoekpunt loodrecht op de zijde aan de overkant staat. Dus ik kan in het plaatje eerst even tekenen. En het snijpunt met die zijde ga ik even een naam geven, die ga ik even E noemen. Nou, we willen de lengte van deze hoogtelijn weten en we willen hem exact weten. Nou, als ik driehoek ACE bekijk, dus zeg maar die linker driehoek, dan geldt dat de cosinus van alfa 5/13 is, want dat hebben we net bij opgave A gezien. Maar je weet ook, in een rechthoekige driehoek was de cosinus van alfa was altijd de aanliggende zijde, dus in dit geval AE, gedeeld door de schuine zijde, dus gedeeld door 13. Dus aan de ene kant weet ik dat cosinus alfa 5/13 is, en aan de andere kant weet ik nu dat die ook AE gedeeld door 13 is. Ja, dan moeten die twee dingen dus gelijk aan elkaar zijn. En aangezien die breuken dezelfde onderkant hebben, moeten de bovenkanten gelijk aan elkaar zijn. Dus hier volgt dan uit dat AE gelijk is aan 5. En als ik AE heb, dan kan ik ook weer Pythagoras toepassen op die driehoek. Dus dan weet ik dat AE kwadraat plus C1 het kwadraat gelijk is aan 13 kwadraat. Dus CE kwadraat is dan 13 kwadraat min 5 kwadraat. Dat is 169 min 25. Dan kom je op 144 uit. En dan is CE de wortel van 144 en dan kom je op 12 uit. Dan opgave D. Dan willen we de oppervlakte van driehoek ABC weten. Die willen we exact weten. Nou, de oppervlakte was altijd een half maal de basis maal de hoogte. Dus ik neem even als basis AB en als hoogte CE. Hè, want die hebben we net uitgerekend. Dus dat is handig. En AB die weet ik ook. Dus dan kom je op een half maal 21 keer 12. En dan kom je op 126 uit. Nou, bij opgave E ga ik hier gebruik van maken. Want nu willen ze weten van, wat is nou de lengte van de hoogtelijn vanuit A? Nou, ga ik hem eerst even tekenen weer. Dus dat is gewoon vanuit A een lijn loodrecht op zijde BC. Nou, dat snijpunt ga ik even een naam geven. Die noem ik even F. En nu ga ik gebruik maken van opgave D. Want ik weet inmiddels dat de oppervlakte van de driehoek 126 is. Maar ik had de oppervlakte natuurlijk ook uit kunnen rekenen door BC als basis te nemen. Maar dan is dus die AF de hoogte. Dus dan zou ik hebben een half maal BC maal AF en dan krijg ik de oppervlakte van de driehoek. Maar die wisten we al, die is 126. En BC weet ik ook, die is 20. Dus dan staat er eigenlijk gewoon een half keer 20 keer AF is 126. Oftewel 10 keer AF is 126. En als je dan links en rechts door 10 deelt, dan vind je AF is 12,6. En dan hebben we de vraag beantwoord. Nou, dan de laatste vraag. Je krijgt hier een cirkel met de letter T erin. En we moeten de straal van de cirkel exact uitrekenen. Nou, dus het is eigenlijk een klein beetje een puzzel. En wat heel vaak de truc bij dit soort opgaves is, is probeer altijd het middelpunt erbij te halen en probeer soms wat hulplijntjes te tekenen. En vaak helpt het erbij om lijntjes te kiezen waar je iets met de straal erin krijgt. Dus ik ga even het middelpunt van de cirkel ga ik een naam geven, die noem ik even M. En de straal ga ik even R noemen. Nou, als ik dat in het plaatje erbij zet, en dit zou ik dan als de straal kunnen zien, dan ontstaat er een rechthoekig driehoekje. En op dat driehoekje kan ik Pythagoras toepassen. Dus dat is een beetje mijn plan van aanpak.
Nou, deze zei dus 2, want het was in de tekst was gegeven dat de t een breedte had van 4. Verder weet ik dat die t een hoogte heeft van 6. Maar het onderste stukje, dat is gewoon r, dat is gewoon de straal. Dus dat bovenste stukje moet dan 6 min die straal zijn. Nou, dan heb ik dus dat rechthoekige driehoekje waarbij ik alle zijdes weet, tenminste uitgedrukt in de letter r of in een getal. En op dat driehoekje ga ik Pythagoras toepassen. En dan krijg je dat 2 kwadraat plus 6 min r in het kwadraat gelijk is aan r in het kwadraat. En dan is het gewoon een kwestie van deze vergelijking even oplossen. Dus als ik hier de haakjes uitwerk, dan vind je dat 4 plus r kwadraat min 12r plus 36 gelijk is aan r kwadraat. Nou, dat is prettig, want er valt links en rechts die r kwadraat valt eruit. Dus nou ik links over 40 min 12r en rechts heb ik dan niks. Dus 12r is dan gelijk aan 40 en r is dan 40 twaalfde, oftewel 3 1 derde. Nou, dat was de zelftoets.